Nou, hij is er weer hoor. Oliebollenman Nico Sterrenberg. Nico, je komt dan naar Schiedam. S'avonds, hè. We hebben nog beelden gemaakt. Wat is dan het eerste wat er gaat gebeuren? Ja, de kraam uitklappen, schoonmaken en dan de grondstoffen naar binnen halen. En dan gaan we klaar en dan gaan we beginnen. De dag daarna stonden de mensen al in de rij, maar was net een dag te vroeg volgens mij. Ja, het was een beetje krap aan hoor, Maar het is gelukt toch? Maar dan over de oliebollen. Je hebt wat nieuws bedacht. Elke week een andere oliebol. Vertel, welke heb je allemaal al gemaakt? Ja, we maken een bolletje van de week. We hebben de tompoesbol. Nou ja, helaas, die moet nog blijven, want het is hartstikke druk ermee. We maken de eienbol en deze week hebben we de KitKatbol. Waar komen die ideeën vandaan? Wie bedenkt dat? Nou ja, dat bedenk ik samen met mijn vrouw. En ja, we vonden deze ook leuk. Als jullie s'avonds thuis zitten onder het genot van een eigen bolletje, dan even nadenken? Ja, dan lopen we eraan te denken. Dan denk je, ja, wat ga je nou deze week weer maken? Hè? Ja. Vorig jaar had je de bekende oliebollen-eetwedstrijd, Nico. Wat gaat daarmee gebeuren? Gebeurt er nog wat mee? Ja, daar gaat zeker wat mee gebeuren. Alleen we moeten nog even denken over een gunstige datum. Mensen vroegen vorig jaar aan mij van, wat is nou de kunst om veel oliebollen te eten? De kunst, heel veel oefenen. Ja, en dan kun je beter bij ons een lekker oliebol halen. En dan kun je alvast oefenen, toch? Maar het leukste gebeurt op mijn verjaardag, 16 december. Wat gaat er gebeuren? Ja, wat gaat er gebeuren? We gaan hier een kerstmarkt maken. En het wordt een inzamelactie voor Stichting Sophia Kinderziekenhuis. Dus ja, bij deze gelijk, als de mensen zeggen, nou, we willen een steentje bijdragen. Kom even naar de oliebollenkraam toe, kunnen we erover hebben. Want we hebben ook een open podium. Dat betekent iedereen wie iets kent, een kunstje kent, die mag het vertonen op het podium hier voor Stichting Sophia Kinderziekenhuis. Je zegt er mag van alles gebeuren. Moeten mensen dan zich van tevoren inschrijven? Ja, zeker, zeker. Ja, hoor. Je kan je eigen inschrijven via de pagina van Winterpret, maar je mag ook gewoon langskomen bij ons bij de oliebollenkraam. En dat betekent dan hier voor de deur of op het hele plein? Ja, het hele plein. Ja. En dat betekent dat andere ondernemers ook meedoen? Jazeker, want een kerstmarkt kun je niet alleen maken. Want je hebt, ja, mensen moeten natuurlijk ook opstaan uit de eigen ding. Nou, ik ga ook een steentje bijdragen. We kunnen wat leuks bedenken, want we hebben marktkramen. Die zijn kosteloos, die worden door mij gesponsord. En het is de bedoeling dat je einde van de dag een vrije gift geeft aan Stichting Sophia Kinderziekenhuis. Ten slotte, ik kreeg gisteren een berichtje van iemand die vroeg, hoe hou je nou oliebollen vers? Je koopt ze een dag, je houdt er nog drie over. Wat dan? Ja, dan kun je ze het beste gewoon in de zak laten en zo min mogelijk lucht erbij laten komen.